Als je kijkt naar de verschillende type bodemenergiesystemen, dan neem ik eigenlijk in deze tabel van links naar rechts van een zeer landelijke omgeving naar een stedelijke omgeving op een rijtje gezet. Dus dat betekent dat type bodemenergiesystemen met bijvoorbeeld een bodemlus als veld is alleen toepasbaar echt in een landelijke omgeving, bijvoorbeeld bij vrijstaande woningen of boerderijen, op het moment dat er veel oppervlak beschikbaar is per woning. Dan hebben we het over tientallen vierkante meters per woning. Nou, dat is in die omgeving is zo'n type bodemenergiesysteem mogelijk. Nou, de tweede kolom met gesloten energiepalen is bij nieuwbouw mogelijk, ook wat meer in een landelijke omgeving, omdat je die heipalen, die zijn natuurlijk relatief kort, die je gebruikt onder een woning. Dat betekent dat je een klein stukje bodem gebruikt. Dat betekent dat de beïnvloeding relatief groot is. Dus je kan daar niet te veel van naast elkaar maken, want dan gaan ze elkaar te veel beïnvloeden. Verreweg het meest toegepaste bodemenergiesysteem voor gesloten bodemenergiesystemen zijn de gesloten bodemlussen. Dus dat is de middelste kolom. Daar geldt de beperking dus wel voor, dus die dieptebeperking. En daarvan heb ik er net ook in het praktijkvoorbeeld van Rosmalen aangegeven wat de consequenties daar dan ook van zijn. En dat betekent dat je wat meer lussen moet boren. En dat betekent dat je bij een wat dichtere, een wat hogere bebouwingsdichtheid minder van zulke soort systemen kan maken en eerder naar een open bodemenergiesysteem moet gaan. Nou, dat is bijvoorbeeld dan als alternatief is dat de ene laatste kolom, open doublet staat daar. Daar zie je die twee rondjes, dat is een open bodemenergiesysteem, een warme en een koude bron. Dat is eigenlijk een alternatief voor bij een hogere bebouwingsdichtheid om toch gebruik te maken van bodemenergie. En wat krijg je dan? Dan krijg je eigenlijk, zoals ik ook in een van de eerste slides van de eerste presentatie liet zien, een zeer lage temperatuur warmtenet. Dus dat zijn twee waterleidingen door de straat van bijvoorbeeld 12, 13, 14 graden. Iedere rijtjeswoning krijgt een aansluiting op dat net en die moet in zijn woning een eigen warmtepomp neerzetten die de warmte uit dat net, wat eigenlijk niet echt warmte is, 12, 13 graden is best koud, maar die moet hij opwaarderen naar een hoger temperatuurniveau. Daar heb je die warmtepomp dus echt voor nodig. En daarmee kan de woning dan verwarmd worden. Nou, moderne warmtepompen kunnen dat ook prima met een hogere temperatuur. Dan is het rendement wel wat slechter, maar dat betekent wel dat dat ook toegepast kan worden in woningen met bijvoorbeeld radiatoren, zij het dat het wel wat meer energie kost. Nou, echt bij meer binnenstedelijke gebieden ligt het meer voor de hand om ook het alternatief met warmtenetten te gaan beschouwen. En dat betekent dat je dan bijvoorbeeld een bodemenergiesysteem met warmtepompen in een soort energiecentrale ergens neerzet. Al dan niet gekoppeld met oppervlaktewater of met een andere vorm van restwarmte. Bijvoorbeeld een datacentrum of zo kan daar ook aan gekoppeld worden. En dan ga je daarvan uit met een soort stadsverwarmingsnet, de woonwijken daaromheen voeden met warmte. Vaak wordt bij die oplossing gekozen om alleen warmte naar de woningen te transporteren en geen koude. En dat is wel ook een belangrijk verschil voor die oplossing. Al die andere oplossingen die daar links staan, die vier andere, die hebben als groot voordeel dat de woning ook koeling heeft. En je ziet met de klimaatverandering ook wel een verschuiving van warmtevraag naar koude vraag, ook voor woningen. Je ziet steeds meer woningen die er ook voor kiezen om een airco unit te plaatsen, omdat sommige zomers toch wel best wel warm zijn. Nou, dat is met bodemenergiesystemen, heb je ook gelijk een hele duurzame vorm van koeling. Mits dat niet via een warmtenet aan de woning wordt geleverd, maar dus in een van die eerste vier oplossingen. Nou, wat een ander belangrijk verschil is, is het energierendement van deze systemen. Je ziet eigenlijk dat de individuele warmtepompen, wat de eerste vier type systemen zijn, die hebben over het algemeen een iets hoger rendement dan de collectieve systemen. En dat heeft ermee te maken dat ze geen distributieverlies of weinig distributieverlies hebben. Aan de andere kant hebben die systemen ook wel als nadeel dat die warmtepompen een bepaalde levensduur hebben van bijvoorbeeld 15 jaar. En dan moet na 15 jaar ook die hele warmtepomp vervangen worden. En bij de meer collectieve systemen is het hele distributienet kan natuurlijk heel lang mee. Dus hoeft er maar een deel van het systeem vervangen te worden.
Wat een ander belangrijk verschil is, is de beheervorm. De systemen met gesloten lussen, gesloten bodemenergiesystemen, die hebben heel vaak ook een individuele beheervorm. Dat betekent dat je dat per woning individueel kan oplossen. Net zoals dat je de bewoner verantwoordelijk is voor zijn eigen cv-ketel, kan die dus ook ervoor kiezen om een eigen bodemenergiesysteem te laten maken. Op het moment dat je meer naar collectieve systemen gaat, dus samen op dezelfde energiebron uit de omgeving, bodemenergie of een andere energiebron, dan betekent dat je dus ook een collectieve beheervorm nodig hebt. En dat betekent dat er dus een bedrijf nodig is die die energie gaat leveren tot aan de voordeur, die daar ook facturen voor gaat sturen. En bij collectieve systemen met warmtenetten bijvoorbeeld ook moet voldoen aan warmtewetregels. Nou, we kennen de discussie van de afgelopen weken. Wat dat ook voor gevolgen kan hebben voor de energierekening van die vorm van duurzame energie. Daar hebben de meer individuele oplossingen minder effect op. Nou, nog een belangrijk verschil is het de flexibiliteit in fasering. Dus hoe meer je het kleinschalige gaat aanpakken, dus individueel of kleine stukjes, hoe makkelijker je kan faseren, hoe meer je naar collectieve warmtenetten gaat, hoe moeilijker die fasering gaat worden.